Een gemene depressie levert vandaag regen en wind op. En die depressie zagen we vanochtend vroeg op de satellietfoto al in de kanaalregio liggen. En dat lage drukgebied trekt geleidelijk aan. In noordoostelijke richting en zal zo'n beetje over Limburg Duitsland inschieten. Nou, dat heeft de volgende gevolgen. Ten eerste gaat het behoorlijk regenen en dat zien we op deze computeranimatie. In de loop van de ochtend van het zuiden uit de neerslag over ons land. Geel betekent veel regen en de meeste regen zal uiteindelijk vallen in een strook van Zeeland richting het oosten van Groningen. Nou, regen tot zo'n 30 mm lokaal, dat is echt een hele plons water. Maar niet alleen regen gaat een rol spelen, ook de wind doet mee. En die wind die zien we met name in Limburg een rol gaan spelen. Dat lage drukgebiedje komt er geleidelijk aan aan en zal zo'n beetje deze koers gaan volgen over Limburg, Duitsland in, en dan zie je tegelijkertijd dat die wind aan begint te trekken. Uiteindelijk kan er in Limburg een zesbo voor staan in de heuvels. Dat is een krachtige wind en voor die regio is dat veel. En niet alleen de gemiddelde wind speelt de rol, maar ook de windstoten in de heuvels van Limburg tot 80 km per uur of net iets meer. En in de rest van het land zie je dat eigenlijk niet of nauwelijks terug. Er zijn zelfs plaatsen, bijvoorbeeld in het noorden van het land, waar amper wind staat. Ja, en natuurlijk ook waar dat lage drukgebiedje overtrekt, is het tijdelijk een stuk rustiger. Maar vooral aan de zuidflank daarvan de meeste wind, met name dus in Limburg. Ik ben Marco Verhoef. Van weerplaza.nl